Hallo mensen! Vandaag ga ik een video maken en dat is namelijk met deze fles. Want dit is een fles en daar ga ik bottleflips bij doen. Zo ziet het er ongeveer uit. En vergeet ook niet te abonneren, want dat is zo belangrijk. Ik zal ook even... Ik ga deze uitdaging doen met 5 verschillende niveaus. De eerste niveau is gewoon normaal. En het tweede niveau, dat vertel ik straks wel, want dat hou ik spannend voor jullie. En vergeet niet te abonneren en op het volgende beeldscherm of... fragment, beeldfragment, hoe je het ook noemt, kan je zien hoe je moet abonneren en wat er gebeurt als je abonneert. En druk ook op dat belletje als je dat niet gedaan hebt. En ik zou zeggen, abonneer mijn kanaal. Hoe werkt deze uitdaging? Deze uitdaging werkt als volgt. Ik ga gewoon een flesje gooien totdat hij rechtop blijft staan, dus op deze manier. Maar er moet wel water in deze fles, want anders gaat het niet. Dan ben ik volgende week nog steeds bezig en dan komt de video heel laat online te staan. Maar wat ga ik dus nou precies doen? Ik ga 5 verschillende niveaus doen. Niveau 1 is makkelijk, tot niveau 5 is extreem moeilijk. En we gaan beginnen met de challenge. Niveau 1 is natuurlijk het makkelijkste, omdat dat het makkelijkste is. En dat is gewoon de normale bottleflip zoals we die altijd kennen. Dus ik ga dat nu laten zien. En het ziet er ongeveer zo uit. Hoppa, zo werkt het. Dit is niveau 2 en nu gaan we het op een stuk kleinere vlak doen. Nu, net had ik de hele tafel om het te doen. Maar nu heb ik alleen deze plaat van een dino. Waar de dino erop staat. Echt super mooi. Maar dat maakt niet uit. Het is nog niet steeds heel erg makkelijk. Niet heel moeilijk bedoel ik. Maar het moet te doen zijn. En ik ga het nu op dit moment proberen. Want kijk. Ah, wat jammer zeg. Het is gewoon balen. Maar ik kan het ook gewoon nog een keer proberen en dan gebeurt er dit. Waarom doet hij het niet? Oh, bijna het apparaat kapot. Nou, ik denk dat ik nog even moet oefenen. Denk ik, misschien. Kijk, het is gewoon gelukt. Het is me gelukt. Hij zit erop. Oké, dus ga ik naar de volgende uitdaging en die is nog veel moeilijker, want het is een kleinere oppervlakte. Nu begint het wel aardig moeilijk te worden, want het is nu moet ik op een iPad doos gooien en die is echt een stuk kleiner. Hé, waarom doet hij het niet? Hij is een stuk kleiner. Ik ga het gewoon proberen om het op deze iPad doos te gooien en deze is wel echt wel misschien wel 2 keer zo klein of zo. Maar dat maakt niet uit. Ik ga het gewoon gelijk proberen en misschien gaat het gewoon in 1 keer goed. Nee, het gaat niet in 1 keer goed, dus ik moet nog even oefenen, want dit is best moeilijk om op zo'n klein stukje te gooien. En ik ga nu even oefenen. Dit is wel vernederend. Ik vind het niet leuk. Hij moet gewoon rechtop blijven staan. Het gaat gewoon niet goed. Ik kan het gewoon echt niet meer. Ik weet niet waarom. Maar boei, ik ga gewoon door. Hoppa, het is gelukt. Het is gelukt. Het is gewoon gelukt. Yay! Ik weet niet waarom ik zo je raar doe. Maar het maakt niet uit. Het is me gelukt. Oh, ik zie me nu pas dat ik al 5 minuten aan het opnemen ben, gewoon alleen dit. Dat gaat wel versneld worden. Tenminste, dat mag ik hopen. Nu moet de fles hierop landen en dit is namelijk een Donald Duckje. Maar dat maakt niet uit, dit is gewoon een Donald Duckje en die is 2 keer zo klein. Als waar die net op moest landen en was een iPad doosje en dat gaat moeilijk worden. Tenminste, dat denk ik. Dus ik leg hem neer en het mag niet tegen de muur, want dat is veel te makkelijk. En ik ga beginnen.
Nope. Hoe kan dit? Gewoon ernaast. Dus die telt niet. Het is gelukt! Hij staat! Hij staat! Zo moeilijk is het toch niet? Oftewel, ik ga gewoon deze... Oh, mijn hand zat ineens voor de kamer. Dat is niet zo slim. En dit is de zon. En ik ben verfijnd. En is een tv. En ik ga gewoon deze challenge vervolgen. Want dit is namelijk ineens veel makkelijker geworden. Ik ben nu net 2 minuten bezig. En net was ik 5 minuten bezig. Om het in 1 keer te lukken. Maar, er zit altijd weer een maar achter. Dit is het laatste. En die is ook weer veel kleiner dan het donutje. Dat is namelijk een moppenboekje. Hierdoor zijn moppen video's mogelijk gemaakt. Eigenlijk heb ik ze soms ook, de meeste heb ik eigenlijk van het internet afgehouden. Sorry. Ik heb stil mezelf. Maar goed, deze is ook weer, bijna weer 2 keer zo klein. En gaan we beginnen. Ik wil gewoon gelijk in 1 keer. Ik weet het toch niet of het gaat lukken. Of dan gaat hij gelijk naast. Maar hier zit hij. Voor degene die het niet kunnen zien. Hier is hij. Kan ik gewoon deze. Gewoon dat halen voor mensen die het dan niet kunnen zien. Opgaan. Zo zien jullie het wel. En dit is echt super klein. Het is gelukt. Hij staat. Ik ga naar de volgende challenge. Oh nee, die is niet. Dat is de outro. Vonden jullie deze video nou super leuk? Doe dan even een duimpje omhoog. En als je het niet doet, ben je een vreselijk oerlopper. Hetzelfde geldt bij het abonneren. Abonneer eens op mijn kanaal. En ik zou heel graag willen dat je abonneert. Want ik heb 86 abonnees. Ik heb gewoon 6 abonnees meer volgens mij. Als ik het goed heb. Dan mijn vorige video. En daar ben ik super blij mee. Dus ga zo door. Dus, en ik wil nog 1 dingetje zeggen, en dat is, doei! Allemaal, wat fijn dat je er was. Hoe gaat dat liedje ook weer? Ik weet het niet meer.